tevreden. Ik ben zo ontzettend blij. Ik moet echt iets met jullie delen. Want ik heb hier zo'n meesterwerk in mijn handen. En jullie zien niet wat het is. En ik ruik er helemaal naar. En toen die uitkwam eigenlijk. Voordat die uitkwam heb ik hem al uitgebreid gedragen. Want ik voelde me net zwanger, zou ik maar zeggen. Zo'n ontzettende mooie geur heb ik in mijn handen. En heb ik op. Oh. Ik ruik... Zo lekker, jongens. Ik ruik naar Soprano. En ik ga er iets over vertellen. Soprano is van Sospiro. En Sospiro is het merk wat hangt onder Sergio. Wat van Sergio Momo is. En Sospiro is zo'n prachtig merk. Alle geuren blijven ontzettend lang ruiken op je huid. Uren. Maar het mooie van deze geur is dat het, hoe moet ik het zeggen, de liefde voor parfum uit de oudheid, dat ruik je in dit, in alle geuren van Sospiro, van Sergio, echt waar, Casa Morati, Join the Club, de liefde voor parfum, voor echt parfum. Prachtig. Deze geur... Ik ga hem laten zien. Die brengt je naar een nieuwe dimensie. Dus het is wel meer iets van deze tijd. Maar je ruikt de liefde voor parfum uit de oudheid. Nou ja, dit is ook weer heel vaag, denk ik, wat ik allemaal weer vertel. Kijk eens, alleen de flacon al, jongens. Dit is toch prachtig. Zo mooi, dat fluweel. Alleen al... Ja, je koopt hem natuurlijk niet om aan de fles te gaan aaien de hele dag. Dat slaat natuurlijk nergens op. Mag wel hoor, maar daar is die denk ik toch wel iets te prijzig voor. Want het zijn geen goedkope parfums. Het zijn wel rijke, volle, prachtige parfums. En je ruikt ook zo ontzettend chic. Heel mooi. Dit is de verpakking. De verpakking ook alleen al is al een feest, jongens. Goed. Een waaier erbij. Dus dit is Soprano. Prachtig. En ik ga er wat over vertellen. Het is een rijke geur. Elke geur van Sospiro is rijk en vol. Dat kan ook niet anders. Je betaalt natuurlijk niet zomaar ergens voor. Er wordt echt wel heel veel moeite gedaan om een geur wat meer mee te geven. Alleen de kostbare ingrediënten en de luxe, dat ruik je gewoon. En je hebt er haast niets van nodig, hè. Je hoeft niet de hele dag te sprayen. Want het ruikt ontzettend lang allemaal. Dit is een geur met hele rijke fruittonen. En ik ga een beetje iets vertellen over de akkoorden die erin zitten. Het is een magische blend. Fruittonen met bijvoorbeeld melk en Egyptische jasmijn. Het ruikt zo complex dat je het eigenlijk niet kunt ontrafelen wat er allemaal in zit. Freesia, lychee zit erin. En lychee vind ik altijd heel erg lekker. Dat vind ik altijd iets frissigs hebben. Maar ook iets waar je van gaat kwijlen. Dus dat vind ik altijd met lychee. Het is altijd iets knisperigs of zo. Iets, ja, heel, dat ruik ik nu dus ook heel goed. En die freesia ook. En ik vind freesia in parfums altijd heel erg leuk. Want het is een soort ouderwets bloemetje. Maar het ruikt zo fantastisch in geuren. Dat het eigenlijk meer gebruikt zou moeten worden, vind ik. Oké, maar het is geen bloemetjesgeur. Het is een allesomvattend geheel. Het is zo ontzettend... Maar ik ga er verder over vertellen. Want ik ben weer helemaal enthousiast. En dan struikel ik weer over mijn woorden. En het wordt onsamenhangend. En het wordt dan weer helemaal niks volgens mij, jongens. Oké. Het is met z'n allen in een wrap. Dus het is alles in een wrap. Wat ik net opnoem. En dan krijg je... charismatisch gevoel door de Bulgaarse roos. En het ruikt ook niet naar rozen, hè? Dus het is geen rozenparfum, het is geen freesia parfum, het is geen melkparfum, het is geen lychee parfum.
En dan komt de osmanthus er ook in. En osmanthus vind ik dus ook zo'n magische bloem. Osmanthus is altijd een soort tedere bloem, een rustige bloem. En hij heeft altijd een beetje een soort suède sfeertje. Oh god, mijn jurk. Een suède sfeertje. Een osmanthus, als je dat koppelt met oet of andere ingrediënten, dan gaat hij een soort eigen leven leiden in de geur. Dat vind ik het leuke van osmanthus. Als je het zo ruikt, er zijn geuren die vol zitten met osmanthus, dan vind ik het ook altijd na een half uur zo ontzettend mooi. Maar in een parfum met hout en oet, noem maar op, dan gaat osmanthus helemaal zijn ding doen. Dus dan gaat hij eigenlijk een beetje... ik zie het altijd als een soort toneelstuk. En dan de hoofdrolspeler, die gaat opeens... Die staat achterin en die komt dan in één keer naar voren. En die presenteert zichzelf van... Jongens, nu ga ik wat vertellen. Dat vind ik van osmanthus. Zit helemaal niet in de hoofdrol, maar ik vind osmanthus goed... Goed bedacht hierin. Nou, de basis is altijd vol en rijk. Altijd met heel veel niche parfums trouwens, jongens. Want daar staan niche parfums bekend om. Dat niche parfums staan bekend om rijk, vol, krachtig. En het ene merk is daar wat beter in dan het andere merk. Dit merk is daar zo goed in. De rijke basis bestaat uit... Luxe houtsoorten. Dan ga ik weer. Ik weet gewoon niet waar ik aan moet ruiken. Aan mezelf, aan de waaier. Ik draai weer helemaal door. Heerlijk. En daar zit in luxe houtsoorten zitten erin. Leer. Ja. Het is gewoon zo imposant dit. Dat je niet echt weet wat je ruikt. Je ruikt zo'n volle geur. Ik ga wat over de geur zelf nu vertellen. Want al die noten door elkaar. Er zit nog veel meer in. Ja, daar heb je ook niet altijd wat aan. En er zijn heel veel mensen die zeggen. Ik hou niet van oet. Oet is een houtsoort. En oet moet je altijd even doorheen. Dat moet je leren kennen. En heel veel mensen hebben gelijk al een vooroordeel bij oet. Van oh, ik hou niet van oet. En oet is zo ontzettend mooi, jongens. Je moet daar vaak eventjes aan wennen. Maar dit is dus geen oetgeur. Dit is een geur waar oet een onderdeel van is. En daarom herken je hem ook niet als een oetgeur. De oet en het leer zorgen voor een diepte en een warmte. En iets chics. Maar ook tegelijkertijd iets wat heel imposant en indrukwekkend is. Ik vind deze geur, wanneer en wie? Ik denk dat je... wat ouder moet zijn om hem te kunnen dragen. Dus wat ouder bedoel ik niet mee bejaard. Zoals ik. wat ouder bedoel ik mee boven de 20. Ja. Dus dan moet je al wat verder zijn. Dus geen geurmaagd meer. Laat maar zeggen. Want als je puber bent of tot je 21ste. Ja, dan ben je nog een beetje in het stadium van Paco Rabanne 1 Million, denk ik. Of Flower Bomb. Ja, ik wil niet denigrerend klinken. Maar vaak is het toch wel zo. Dan zit je een beetje in de girly sfeertjes nog. Of in de jongetjes geuren. In de populaire jongetjes geuren. Dit is een geur voor iedereen. En net zeg ik, voor onder de 21 niet. Dat is natuurlijk onzin. Want er zijn zat mensen onder de 21 met een hele goede smaak. Dus ik probeer geen groep uit te sluiten. Maar het is puur wat ik zelf vind. Ik vind het een geur waar je iets verder voor moet zijn. En ik vind het een geur die met heel veel warmte en heel veel kracht erin. En ik zou hem dragen... Als je indruk wilt maken. Dus bijvoorbeeld, je gaat solliciteren voor een leidinggevende functie. Dan is het heel goed. Je gaat naar een date. Je hebt een afspraakje
een blind date of een date, whatever, met een man of met een vrouw. Je bent een man of je bent een vrouw. Het kan allemaal. Je maakt hier indruk mee, jongens. Je maakt hier een verpletterende indruk mee. Echt. Je gaat uit. Je gaat uit eten. Je gaat naar de opera. Whatever. Een uitgaansgeur vind ik het. En ik vind het een geur als het wat frisser is. Dus als het wat frisser is buiten. Of als je een beetje theatraal uit de bocht wil komen. Of een mooi zwart cocktailjurkje aan hebt als vrouw. Of als je als man een mooi pak aan hebt. Of gewoon mooie kleding. Dat kun je gewoon ook doen gewoon als je thuis bent. Hè? Je kunt ook gewoon... Stel je bent vrij en denkt, ik trek mijn pak eens een keertje aan. Waarom niet? Ik bedoel, daar hoef je het nu niet voor weg. Dan, of als vrouw, je doet je cocktailjurkje aan. Je maakt je dramatisch op. En dan heb je zo'n soort dag. En dan hoort zo'n soort geur dus bij. Dus dat is wat ik vind. Dit is niet een geur die je zomaar eventjes opdoet. Van zo, ik doe maar wat. Nee, nee, nee. Daar is die echt veel te bijzonder voor. Ik vind hem zo uniek. En ik vind dat jullie hem echt moeten ruiken. Dat alleen al. En je hoeft hem niet te kopen. Het zou leuk zijn, maar je hoeft hem niet te kopen. Maar alleen al ruiken en opdoen en ervaren met je ogen dicht. En dan krijg je een glimlach op je gezicht. En dan denk je, waar was je al die tijd? Dat heb ik met heel veel geuren. Hè? En dan denk ik, waar was je al die tijd? Dit was Soprano. Prachtig, prachtig altijd, Sospiro. Ik vind ze eigenlijk allemaal de moeite waard. Maar ja, er zijn er altijd weer bij dat ik denk, wow, dit is wel heel erg bijzonder. En daar maak ik dan een filmpje van. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, of interessant, of mooi, of inspirerend, of wat dan ook. Vond je het leuk? Vergeet je duimpje niet omhoog te doen. En hieronder zit de abonneerknop. Ik heb het er altijd over. Maar abonnees zijn voor mij best wel belangrijk. Dus hoe meer abonnees, hoe beter. Dank jullie wel voor het kijken. Ik vond het geweldig dat je keek.